Jongens, leuk dat ik kijk naar deze video. Vandaag heb ik voor jullie mijn allerlaatste Black Ops 3 video. Waarom is dat? Dat leg ik zelfs nog wel uit. Deze video is een speciale video, want ik ga namelijk mijn statistieken en mijn klassenstrategie en al de rest waar ik dus gedaan in deze game. Zoals jullie zien ben ik precies master level 53. Nu, ik heb dit spel eerlijk gespeeld. Er zijn hier en daar wat mensen bij die dit niet doen. Want je hebt dus een glitch dat je van level, pak nu level 3 naar level 1000 kunt glitchen en dat is niet leuk. Maar ik heb dat gewoon eerlijk gespeeld. Dus ja, we gaan verder met de classes. Ik laat nu jullie gewoon de classes doen. De classes zijn gewoon een beetje standaard. Een beetje basic. Ik heb mijn meeste classes heb ik zelf gevonden. Waar ik een beetje fijn vind, zijn de classes heb ik gevonden op YouTube. Van gamers die dit spel ook hadden gespeeld. En daar heb ik zo'n beetje een vergelijking gemaakt met hun class en mijn class. Dan heb ik zo'n beetje een vergelijking gemaakt welke dat beter is. Welke sessions dat beter zijn en dat soort dingen. Maar voor de rest van al mijn classes standaard. Ik gebruik heel vaak de Razorback, de HPK, Manowar, Kida, Master 7. Deze zijn eigenlijk allemaal wapens die ik het meest gebruik. Behalve deze twee, deze heb ik net vrijgespeeld. De FAR, die ben ik nu een beetje aan het levelen. En de shotgun, deze class gebruik ik alleen als er een lobby heel veel mensen een shotgun gebruiken, dus gebruik ik deze ook. Maar voor de rest zijn allemaal classes van basic en standaard die naar mijn mening gewoon goed zijn. Specialist, nu, er is hier een glitch. Deze specialisten. Je hebt dus een glitch waar je bijvoorbeeld deze specialist aanzet, maar dat je geen van deze twee abilities aan hebt staan, maar wel de ability van deze specialist, dus de kinetic armor. Dat je dan meer kogels kunt aanvangen en meer explosieven en zo, dat je iets minder snel doodgaat. Nu, er zijn mensen die deze specialist aanzetten en dat je dan denkt van, oh, dat is die specialist, dus heeft een van deze twee abilities. Nee, die heeft deze ability en dan zit je zo op deze specialist een doorzichtige gloed overgaan en dan denk je, ah ja, die is weer een glitcher, want die specialist glitch, ja. Je hebt dus ook een glass glitch dat je bijvoorbeeld, zoals je rechts in beeld ziet, heb ik op deze glass 19 vakken vol staan. Je hebt nu een glitch dat je in plaats van 10 vakken 20 vakken kunt aanzetten. Dus dat je al uw vakken die bij mij niet gevuld zijn, zoals deze, allemaal kunt vullen met dingen dat je wilt opzetten. En als het dus overpowered, want deze wapens zijn ook iets dominerender dan de andere wapens. En dan denken mensen van, oh, ze zijn niet sterk genoeg. We gaan dus even glitchen en dan worden ze sterker. En dat is dus stom. Maar dat is bij elke Call of Duty die al 3-4 jaar oud is. Black Ops 4 zijn ze nu ook al aan het hacken en modden en noem maar op. Maar deze Black Ops zie je het meeste. Elk potje komt je 2 of 3 man tegen die aan het glitchen of aan het hacken is. Nu zal ik mijn statistiek een beetje laten zien en noem maar op en zo. Callingcast, zoals jullie zien, campaign heb ik eigenlijk niet veel gespeeld. Multiplayer heb ik heel veel van, ik denk 140 of zo. En die 127. Zombies heb ik nooit gespeeld, Master heb ik bijna een paar. Black Market heb ik er een paar van. Maar ja, boeit me om, eigenlijk allemaal niet. Nu mijn statistieken. Ik heb 30.704 kills, ik heb 435 wins, ik heb een score van 3,5 miljoen. Ik heb een kill death ratio van 1,9. Dat boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Mijn lose ratio is 1,03. Nu, ik speel een potje, ik win een potje, gewoon een potje, verlies ik net of win ik heel net. Dus daarom, ik heb een flink tijd van 8 dagen, 13 minuten en 48 seconden. Dat is redelijk snel voor Prestige Masters, maar ik doe nog 10 of 12 dagen voor. En score per minuut is 304, dus ik maak ongeveer 3 kills per 10 seconden. Als ik zo ongeveer uitreken. Wat? Ik denk het goed. Mijn medals, mijn beste medals zijn de headshots. Daar heb ik 3172 van. Ik heb 1 relentless, dat is 20 kills. Ik heb 1 megakill. Ik vind de nuclear op dit spel veel moeilijker.
En op level 4 een mega kill savannes. Een kill chain vind ik ook heel moeilijk op dit spel. Voor de rest, ja. Best squad speech, hoe goed leuk. En de friend skills. Voel je eigenlijk allemaal niet veel gewoon en dan zie ik het gewoon vanzelf. Nu, ik heb dus nog een glitch en, of een hack of een mod. Dat is dat je in een mod hebt dat je onzichtbaar kunt worden. Dus in de week, een paar dagen geleden, was ik aan het spelen in mijn team, hadden twee teammates die onzichtbaar waren en bij de enemies waren het twee teammates die onzichtbaar waren. En dat is dus een hack of een mod dat je een heel potje onzichtbaar bent en dat niemand u kan raken, dat je bijna nooit doodgaat. Je kunt je scorestreaks halen, je kunt alles halen wat je wilt. En dat is dus eigenlijk kloten voor andere mensen die bijvoorbeeld geen ander spel kunnen kopen en dit spel nog willen spelen. En die dit wel normaal willen halen. Hier ben ik iets vergeten. Hier. Dus dat is eigenlijk kloten voor sommige mensen die dit spel eerlijk willen spelen. En dan komen ze in een lobby met allemaal hackers en die onzichtbaar zijn en die je niet kunt killen en noem maar op. Mijn dodelijkste wapens zijn mijn award, daar heb ik bijna 10.000 kills mee. HK, Kudo en mag dat even, is er één. Razorback. Vanaf de Razorback tot de mijn award. Dat zijn de meeste wapens die ik het meeste gebruik en die ik ook het meeste chill vind. Zoals de Kuda, de Razorback, de HVK, die kun je op kleinere mappen gebruiken. En de HVK en de Kuda kun je ook iets op een iets grotere map gebruiken. Met een Warf en dan verder is er één. Kun je op een iets grotere map gebruiken, zoals Hunted, Havok, noem maar op. En Razorback, Kuda en HVK kun je meer op Newtown en Combine spelen. Dus daar is het Specialist. De Specialist is Combat Focus, gebruik het meeste, zet die aan. Krijgt dubbele punten, maakt 2 kills, je hebt UUV, Country, noem maar op. Warmachine gebruik ik heel vaak, ik heb armor gebruik ik ook heel vaak, maar ik noem er wel. In begin gebruik ik die heel vaak, ik noem ik maar gebruik ik heel beter. Maar het is allemaal, dit is mijn eigen ding, dus kies ik wat ik leuk vind. Je moet niet alles hetzelfde doen wat ik heb. Dit vind ik gewoon het chillste setup waar ik allemaal mee speel en sommige mensen vinden iets anders leuker. Dus. UV, Counter UV, Lightning Strike, Hellstone Wave en Hater ben ik allemaal het vaakste. Counter UV zet ik in elke potje aan. Dat heb je ook nodig. Zet je UV aan, dan zit je links in de map met een enemy lopen. Dan heb je killen. In elke kolf zit je UV nodig, dat is het belangrijkste. Counter UV heb je niet echt nodig, maar het is gewoon een chill scorestreak. Lightning Strike skill is een chill scorestreak, daar maak je heel veel kills mee. In Hellstone maak je redelijk wel heel skills, veel kills mee. En deze scorestreak gaat ook redelijk snel. Rave maak je veel kills mee. Is iets aan de hogere kant. Hater haalt je ook wel, maar is ook iets aan de hogere kant. Nu, dat was het eigenlijk. Ik zeg gewoon sommige mensen van stop als je dit met een beetje hacken modden. Speel het spel gewoon eerlijk. Het is leuk. Leuker voor jullie, dan kunt je wel zien dat je vooruitgang maakt. Dat je beter aan het worden bent en het is voor andere mensen die dit spel ook pas spelen ook heel leuk en ja. Sommige mensen vroegen ook waarom ik geen Cold War ga kopen of ga spelen. Ik ben een van, ik wil een ander spel iets halen, iets bereiken. Ik heb altijd een doel wat ik wil bereiken. Dit spel was een paar wapens diamond halen, dat heb ik ook. Voor mijn wapens heb ik goud, maakt niet uit. En ik wou precies master worden, heb ik gehaald. Dus deze video is waarschijnlijk ook mijn laatste video die online gaat komen op mijn YouTube-kanaal. Misschien in de toekomst ga ik het nog wel spelen. Lekker 4 van het nog precies master halen en een paar wapens diamond. En dan ga ik misschien ook wel stoppen met dat spel, want daar zien ze ook wel te hacken. Daar komt nog een andere video van. Dus ja, mensen die ook leuk vonden van deze video, laat dan vast een like achter, abonneren en ja. Ik hoop dat jullie iets hebben leuk gevonden van deze video, iets interessant en ja, misschien dat kon helpen of zo, ik weet niet. Dus ja, laat een vaste like achter, abonneer en ja, tot de volgende.